Daarom. Goed, zullen we brieven gaan doen? Ja, ja, waarom niet? Ik ga beginnen. Sjaak Verbon. Sjaakie. En Sjaak is niet de minste, want die heeft een zusje. Oh jee. En zijn zusje heet Pleunie. Wat een leuke naam. Pleunie. En Pleunie is vandaag jarig. Dat is oldschool. Ja. Oldschool ouders. Pleunie en Sjaak. Ja. En Pleunie is jarig. En Pleunie vraagt, nee, Sjaak vraagt of we voor Pleunie een liedje willen zingen. Nou, jij bij deze. Ja. Zal ik hem inzetten? Ja. Oh, wat zijn we blij. Wat is het dan voor een liedje? Oh, wat zijn we blij. Ik ken het liedje niet eens. Niet omdat Pleunie jarig is, maar om de vreterij. Oh. Toch? Ja. Ik ken het liedje helemaal niet. Nee, ken je dat niet? Nee. Nou ja. Goed. Nou, hebben we toch nog gezongen. Ik doe het even langs ons leven. Dat gun je er toch wel, lang leven? Ja, maar ik vind het zo'n cliché. Ja, nee. Leven. Dadelijk dan zit ze, weet ik, gebeurt iets heel ergs. Dan zit ze in een rolstoel of zo. En dan zit ze te kwijlen. En dan moet ze nog een heel leven, weet je. Dan is het langzaam, is helemaal niet leuk. Ja, maar dat moet je niet vanuit gaan wat er gebeurt. Ja, maar wat is dat nou? Weet je moet toch realistisch zijn? Ik weet het niet. Of toen moet je er gewoon niet zijn? Pleunie, ik gun je heel veel plezier en succes op deze prachtige eerste lentedag. Waarop je ook nog jarig bent. Ja. Ik ben benieuwd hoe oud je bent geworden. Dat zegt Sjaak er niet bij. Nee, ja. Dat is toch wel jammer. Ja, dat is dan jammer inderdaad. Maar goed, oud genoeg om Gamekings te kijken. Dus in ieder geval 21. Ja. Ik had ook nog een andere vraag. Waren jullie gisteren vriendelijk? Ja, omdat er gisteren namelijk de Doe Vriendelijk dag was. Oh jee, was ik gisteren vriendelijk? Was je eens vriendelijk? Ik was in ieder geval niet onvriendelijk. Nee, ik was ook niet per se onvriendelijk. Nee. Ik heb vreselijke ruzie met mijn vriendin gemaakt. Gisteren? Ja. Waarom? Dat is niet vriendelijk. Omdat de harddisk ging kapot. Daar stonden haar films op. Toen zei ik van doe van normaal. En toen werd ze heel boos. Okay. Ik snap haar teleurstelling wel. Ja. Maar uiteindelijk, ik heb geleerd, als je boos wordt om stomzinnige dingen, dan gaat het niet werkelijk om die dingen. Dan is er iets anders aan. Ja, nee, dat zou best. Ik werd namelijk laatst heel boos toen ik de vuilniszak moest vervangen. Niet op iemand hoor, maar gewoon op godverdomme kut vuilniszak. Op God dus. En toen, inderdaad, en toen had ik zoiets van, misschien ben ik niet boos op de vuilniszak die ik nu moet vervangen, maar misschien ben ik gewoon ontzettend zagrijnig van het tyfus weer. En dan reageer ik dat nu af op een vuilniszak. En dat bleek ook zo te zijn. Ik heb is beter dan op je vriendin. Ja, beter dan op je vriendin dan. Ja. Dus ik denk dat het in het kader van de Doe Vriendelijke Dag is belangrijk dat je hem vandaag met een bloemetje terugkomt. Ja, zien we. Doe het. Het was gisteravond al weer. Ik heb twee nieuwe harde schijven gekocht. Dat wil doen het job. Nee, dat is ook heel romantisch. Goed, Sjaak Verbon, je maakt wel wat los bij ons. Ja.